Hallo, mijn naam is Felix Dix en ik ben afgestudeerd als master in de geschiedenis met een masterproef over de geschiedenis van de lepraverzorging in Belgisch Congo in de jaren 50. Als we aan leprozerieën denken, dan denken we doorgaans aan Pater Damiaan en Molokai. Het is een beeld dat klopt voor een heel groot deel van de geschiedenis. Leprozerieën hadden als enige doel lepra-patiënten te isoleren van de samenleving en missionarissen zorgden er voor de morele bijstand. Rond 1950 gooide de sulfonotherapie de lepraverzorging echter radicaal om. Voor het eerst was de ziekte ook echt te genezen. Lang heerste het idee dat leprozerieën hierdoor overbodig werden. Maar in Belgisch Congo bleek dat allerminst het geval. De lepraverzorging in leprozerieën kwam in de jaren 50 maar echt op kruissnelheid. In dat decennium werden er gemiddeld 30.000 Congolezen onderworpen aan een verplichte isolatie in een van de vele honderden leprozerieën die de kolonie rijk was. Het verschil met de tijd van Pater Damiaan was groot. Nu de ziekte ook echt te genezen was, werd ze interessanter voor ambitieuze artsen die in de leprozerieën werden bijgestaan door religieuze verpleegsters en Congolese verplegers. Typisch voor die tijd en plaats stonden de Belgen er hiërarchisch boven de Congolezen en de mannen boven de vrouwen. Medische onderzoeken kwamen er veelvuldig voor, soms ook met ernstige gevolgen voor de patiënten. Over de medische ethiek stelde een leproloog op latere leeftijd: on ne se posait à l'époque aucune question, ni moi, ni personne. Hoewel de koloniale propaganda liet uitschijnen dat haar leprozerieën grote moderne medische instellingen waren, moet dit met een serieuze korrel zout genomen worden. Daken van palmbladeren en het ontbreken van elektriciteit waren meer de regel dan de uitzondering. De grootste verandering die de sulfonotherapie met zich meebracht, lag echter binnen het sociale domein. In plaats van de patiënten voor te bereiden op een leven na de dood, bereiden de missionarissen hen voortaan voor op een leven na lepra. In een kolonie als Belgisch Congo betekende dat de Congolezen zoveel als mogelijk de Belgische manier van leven moesten overnemen. Vrouwen leerden in het foyer sociaal een goede echtgenoot worden. Breien, kipsoep koken en Maria vereren waren hen niet meer vreemd. De mannen werden aangespoord om buitenshuis te werken in een van de vele ateliers die de leprozerie rijk was. Stereotype mannelijke ambachten als houtbewerking of steenbakken stonden hier centraal. En ook aan de kinderen werd gedacht. In een typisch Europees schooluniform leerden ze lezen, rekenen en katholieke godsdienst. Het ideaal van de leprozerie in de jaren 50 was dan ook duidelijk om hun patiënten om te vormen tot vrome katholieken, kundige arbeiders en loyale onderdanen die de koloniale samenleving goed konden dienen. Na hun genezing werden de ex-patiënten als zogenaamd geciviliseerden geplaatst in de koloniale bedrijven of in de koloniale administratie. De jaren 50 betekende dus geen sinds het einde van de koloniale leprozerieën. Het was eerder een soort ambitieuze doorstart. Een ambitieuze doorstart weliswaar met een grote sociale en medische impact op de betrokkenen.